En de rol van de hulpofficier van justitie in het strafrechtelijk gebeuren in relatie tot het Openbaar Ministerie, dat was de titel van een presentatie die gisteren georganiseerd is door het Korps Politie Suriname. De presentatie is gehouden door advocaat Chandra Algo. Zij is voormalig lid van het Openbaar Ministerie. Volgens Algo is de titel vanzelfsprekend, omdat een hulpofficier niet op zichzelf staat, maar altijd in contact is met het Openbaar Ministerie. Anders ben je geen hulpofficier, zegt Algo. Ze geeft aan dat een hulpofficier van justitie benoemd wordt door de minister van Justitie en Politie. Meer bevoegdheden dan een gewoon opsporingsambtenaar, maar minder dan een officier van justitie. Dus we gaan zo meteen zien dat hij ergens een grenspositie inneemt. Als hulpofficier van justitie vervult deze persoon een speelfunctie in het strafproces. Hij toetst bevoegdheden op hun rechtmatigheid. Daarbij kijk je dan naar aspecten van als proportionaliteit, subsidiariteit. Ook staat de hulpofficier voor keuzes. En weet hij deze te verantwoorden naar zijn eigen mensen toe en naar partners als het Openbare Ministerie. Want de hulpofficier namelijk is in eerste instantie een politieambtenaar. Een leidinggevende op de werkvloer die tevens een link heeft met het Openbare Ministerie. De hulpofficier weet op een goede manier samen te werken, waarbij hij in staat is gevraagd en ongevraagd feedback te geven. Ten slotte draagt de hulpofficier en zorgt dat de juridische en procedurele kennis up-to-date is. Algo zegt verder dat de hulpofficier een leidinggevende lijnfunctionaris is binnen de politieorganisatie. Vanuit die positie is hij belast met gezag en beheer, benadrukt Algo. Er wordt een actieve bijdrage van hem verwacht in zijn rol en positie binnen de politieorganisatie. Daarmee geldt simpel gezegd dat de persoon die optreedt als hulpofficier en lijnfunctionaris afhankelijk van de situatie een andere pet op heeft. En u moet begrijpen dat uw medewerker van u verwacht dat u altijd politieambtenaar bent en het Openbaar Ministerie van u verwacht dat u altijd hulpofficier bent. Dus u gaat in die rol moeten laveren. Wanneer bent u hulpofficier, wanneer bent u politieambtenaar, wanneer bent u de leider van het onderzoek? Want die rol wordt aan u toebedeeld. Uitoefenen van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden dient gebaseerd te zijn op de wet. En de wijze van uitvoering wordt ook beheerst door diezelfde wet. Advocate Chandra Algo, zij heeft gisteren een presentatie gehouden met als titel De rol van de hulpofficier van justitie in het strafrechtelijk gebeuren in relatie tot het Openbaar Ministerie. De presentatie is gehouden in het Politieofficierensociëteit aan de Zwartenhovenbrugstraat.